Hoe is het hier in Spandau? Ja, een beetje echt Duits, hè. Een beetje oud Duits bad hier. Heeft op zich ook wel wat. En, een beetje grauw. Ik zat net met jou in de bus. Te twijfelen of dit nou oostgedeeltelijk is of het westelijke gedeelte van vroeger. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. We denken het oostelijke. Maar wel gaaf om een keer mee te maken. Zo weer een ander land. Ja. Ja. En deze ploeg Spandau die heeft toch wel respect na de cupfinal die gewonnen is door AZC. Ja, viel me ook op. Gisteren toen we ook binnenkwamen, respect met handjes. En ook al hebben ze vorig jaar vrij ruim van ons gewonnen. Mm-hmm. Die sfeer proefde ik ook al een beetje inderdaad. Want ik sprak er al met Ron over. De thuiswedstrijd, hadden jullie hogere verwachtingen van gehad? Wat ga je nou hier doen? Ja, toen was het moeilijk in te schatten. We hadden nog niet tegen ze gespeeld. Dus gewoon meermalig kampioen van Duitsland. En vooral op snelheid werden we toen best wel weggezonden. Maar kijk, Steaua Bucharest was ook thuis. En die onderschatten ons ook een beetje hier. Van nou ja, goed, dat komt wel goed. En toen speelden we 10-9 in Bucharest. Ja. Dus we hopen een beetje die kant op te gaan. Maar ik denk dat zij gewoon volle bak gaan. Dus het is heel moeilijk in te schatten wat het gaat worden. Ja, heel moeilijk in te schatten. En toch dat respect van die ploeg. En er komen nog twee ploegen. En in ieder geval van één moet je toch punten kunnen gaan halen. Hè? Ja, dat zeggen ze. Nou goed, Sabadell is gewoon goed. Maar ik bedoel, als wij echt het maximale eruit halen, wat we kunnen, laten we niet altijd zien. Maar misschien wel eens door vermoeidheid. Maar als we het maximale eruit kunnen halen, zouden we Sabadell kunnen winnen. En nou, laten we eerst maar lekker tegen Spandau gaan spelen. Even over de toekomst. Toch even proberen. Volgend jaar en natuurlijk spelers, het gaat wisselen. Ron van der Wild die stapt eruit voor wat betreft coaching en dergelijke. En Tim Verhulik. Wat ik ga doen, dat weet ik nog niet. Ik bekijk het elk jaar al, eigenlijk de laatste 10 jaar, mei, juni. Voor 1 juli moeten we het aangeven. En er komt een hele hoop op me af. Een hele hoop op me af nu, op dit moment. En ik kies op het laatste moment wat ik ga doen. Maar er zijn wel gesprekken gaande. Maar je blijft wel bij waterpolo betrokken? Dat denk ik wel. Ik weet alleen nog niet of het in de spelersrol is of in de trainersrol. Oké, nou, voor vanavond natuurlijk veel succes. Veel supporters op de tribune, dat is leuk voor AZC. Ja, daar wil ik nog wel wat over kwijt. Ja. Ik ben echt wel helemaal gek van die kleintjes, dat ze hier dit ook wel mee kunnen maken. Dat ze de sfeer kunnen proeven van hoe Champions League een beetje gaat. Hoe het in een ander land is, met al die jeugd hier van AZC. Vanavond kunnen we de wedstrijd zien. Ze spelen voorafgaand aan ons zo'n wedstrijd. Ja, dat is echt werelds. Dus als ik 12, 13, 14 was geweest, had ik er echt zeer van genoten. Ja. En ik hoop ook dat ze dat doen. En wij vinden het natuurlijk geweldig om extra veel publiek te hebben. Ja.